nadert niet of nauwelijks op twee renners die al zo'n 200 kilometer aan de leiding rijden. Zonder afbreuk te doen aan de topprestatie van de twee leiders, een blamage voor de favorieten. Eén neemt dan toch zijn verantwoordelijkheid op. Het is Mark Sergeant die de achtervolging inzet op Van Rijen, Veldscholte en Joho, die nog steeds tussen het leidersduo en het peloton rijden. Op 10 kilometer van de finish hebben Wekmuller en De Mol 1 minuut en 5 voorsprong op Van Rijen, Veldscholte en Joho, 2 minuten 30 op Sergeant en nog steeds zo'n 3 minuten op het peloton. In dat peloton schiet van achter Bruno Wojtunik Laurent Fignon weg. Een wanhoopspoging, want het lijkt te laat. Fignon, die nog maar aan zijn tweede Parijs-Roubaix toe was, strijdend voor een ereplaats. Op minder dan 5 kilometer van de aankomst komt Fignon bij Sergeant. Vooraan heeft Thomas Wekmuller even problemen met het versnellingsapparaat, maar die problemen worden snel verholpen. Het ziet er nu goed uit voor de twee. De verstandhouding is uitstekend en hun voorsprong blijft stabiel. Tot afgrijzen van de organisatoren ziet het er naar uit dat twee renners zonder noemenswaardige erelijst gaan strijden voor de zege in Parijs-Roubaix. Sergeant en Fignon, de twee favorieten die wel reageerden, maar veel te laat, geraken nog bij Van Rijen, Veldscholte en Joho, maar blijven daar steken. Wekmuller en De Mol spurten voor de zege. De 28-jarige Dirk De Mol haalt het gemakkelijk. De 9e overwinning in zijn carrière. In zijn 7e profseizoen wint Dirk De Mol Parijs-Roubaix. Hij kon het zelf niet geloven. Na de Ronde van Vlaanderen een tweede klassieke zege voor de ploeg van José de Kouwer. Het is de 44ste keer dat een Belg Parijs-Roubaix wint. En dan de spurt voor de derde plaats. Op 1 minuut en 55 seconden van winnaar De Mol haalt Laurent Fignon het voor Stefan Joho. Mark Sergeant is 5e, Corné van Rijen 6e en Gerard Veldscholte 7e. We overlopen nog even de uitslag. Eerste dus Dirk De Mol, tweede Thomas Wekmuller, derde Laurent Fignon op 1 minuut 55, vierde Stefan Joho, vijfde Mark Sergeant, zesde Corné van Rijen op 2 en 3, zevende Gerard Veldscholte, achtste Steve Bauer op 2 minuten en 34, negende Herman Frison en tiende Johan Lammerts. Eddy Plankaert was 15e, Sean Kelly 16e, Edwig van Hooijdonk 19e en Noël Segers 20e. Over deze Parijs-Roubaix is het laatste woord nog niet gevallen, maar de man die het eerste woord krijgt is natuurlijk Dirk De Mol. Aan Mark van Lombeek vertelt de winnaar hoe 10 april 88 voor hem verliep. Hij begint na het ontbijt. Dus, na het eten hebben we allemaal samengekomen op de kamer bij José de Kouwer. En die had gewoon gevraagd. Dus Eddy Plankaert was natuurlijk de uitgesproken kopman, gaan we zeggen, na zijn overwinning van zondag. En ook Frank Kost en Fons de Wolf waren aan de volledige bescherming. En er was gevraagd aan Luc Collijn, Ferry Dierks en ik om mee te gaan in vroege ontsnappingen. Want als die ontsnappingen verder dragen, dan kun je toch lang bijstand verlenen aan de kopman. Want als, bijvoorbeeld, als ze bij u komen en de auto's volgen die, en dan rijdt er een van die mannen plat, dan kon het mobiel afgeven of zoiets. Maar ik zou we zijn kunnen voorop blijven. Dus. Ja, dus jij bent mee met zo'n vroege ontsnapping. Jullie onderweg laten meer en meer renners achter. Je blijft met 5 vooraan. Die voorsprong blijft groot. Wat denk je dan? Ja, in het begin durf je natuurlijk niet aan denken dat je gaat vooruit blijven, maar er was een moment, ik denk na Wallers, dat ze terugkwam tot dik 4 minuten het eerste peloton. En heel eind verder kwamen ze terug met een bord en er was toen terug meer dan 5 minuten. En toen heb ik echt beginnen sterk aan denken, want die Wegmuller die reed zo fantastisch sterk. Die bleef maar op kop rijden op die kassein, altijd met tempo geven. Dat leek de sterkste man te zijn. Dat was de sterkste man, echt. En jij de slimste? Ik zal de slimste geweest zijn. En, maar ik zei, ik kreeg altijd een beetje op reserve, omdat ik dacht dat de kopman toch altijd zou terugkomen. En dan kon ik altijd goed werk leveren voor die man. Want ik voelde echt, ik heb ook wel op een paar momenten het moeilijke gehad. Maar ik moet zeggen, eigenlijk echt een moeilijkheid heb ik nooit niet gezien. Ik voelde altijd gemakkelijk op de steen. Ik zag dat ik bijna altijd een tandje kleiner dan de anderen ook. En ik begon er van angst om meer in te geloven. En de laatste 60 kilometer zei ik altijd maar tegen mijn eigen, het is vandaag uw dag gewend vandaag. En dan die sprint. Ja, je kent elkaar niet. Je bent geen van beide echte sprinters. Waarschijnlijk nog nooit in zo'n situatie geweest. Dus. Nee, zeker niet. Maar ik wist dus, de zee was nog bij mij geweest, enkele kilometer voor de meet.
En hij zei... Zei de cabrio sportdirecteur. Mijn sportdirecteur dus. En die zei, je blijft voorop. En die begon op de deur te vonken. Ze zei, gewend vandaag. Maar ik zei, ik geloofde er ook in. En die sprint, ja, de laatste kilometer heb ik gewoon in het wiel gebleven. En ik heb zo op een klein 300 meter van de meet zo even de indruk gegeven dat ik ging beginnen. En hij is zo wat barapper gaan rijden terug. En dan kijk ik hem terug voor zich en dan ben ik gewoon aan de andere kant van de weg weggepoefd. Maar ik zeg, met een klein groepje ben ik wel redelijk rap. Dat was de winnaar. De verliezers dan, met twee Belgische kanshebbers die vertellen waarom zij niet gewonnen hebben. Hedwig van Hooijdonk en pechvogel Erik van der Aarde zetten alles op een rijtje. De uitdrukking is van de vader van de Ronde van Frankrijk, Henri Desgrange. Een dag na Parijs-Roubaix is het misschien goed een aantal vedetten daaraan nog eens te herinneren. Met hun hoofd geen problemen, ze kunnen rekenen als de beste van de klas en op alle gebied. Maar als ze nu ook nog eens hun benen zouden willen gebruiken. De grootste pechvogels van gisteren hoeven daar natuurlijk niet zo zwaar aan te tillen, maar er zijn er vele, vele andere. Met die inleidende bemerking, dames en heren, willen we zeker niks afdoen aan de verdiensten van de renners die echt wel gestreden hebben voor die overwinning in Parijs-Roubaix. De overblijvende van die vroege vlucht met winnaar Dirk de Mol op kop. Hij bezorgde zijn ploeg een tweede klassieke zege in één week. De Mol, 28 jaar, 7 jaar prof, 8 overwinningen tot nog toe in kermiswedstrijden en nu nummer 9 Parijs-Roubaix. De Mol is afkomstig van Bavikhoven en hij woont nu in Hulste, een klein dorp dat gisteren helemaal op zijn kop stond. Zowel in Bavikhoven als in Hulste hadden Pastoor de klok geluid toen Dirk de Mol in Roubaix zegevierend over de streep reed. Een lang feest kon beginnen. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace. Dirk de Mol moest zijn supporters tijdelijk verlaten, want hij werd gisteravond nog verwacht op een etentje met zijn sponsor, zijn ploegmaats en zijn ploegleider José de Kouwer. Eerlijk gezegd, voor iedereen denk ik een verrassing. En ik zou moeten eigenlijk zeggen tegen Dirk, proficiat. Dirk, hij is eigenlijk echt optimistisch vertrokken. Ik voelde hem goed. Of allee, in een goede conditie. En Parijs-Roubaix is een klassieker die hem tamelijk lijkt, als we van klassiekers mogen spreken. En toch een klein beetje. Vooral als ik zag, als ik televisietoestel aanzette, dat hij mee was met de ontsnapping. Ja, automatisch toch in het diepst van je hart. Geloof je er een klein beetje in. Maar ja, je gelooft het maar als er is. En dan nog. Toen we de laatste 40, 50 kilometer in gingen en toen bleek dat we toch altijd nog een redelijke grote voorsprong hadden. En al die andere renners zijn gewoon in het midden van de weg op de kassein. Toen was ik de enige dus die altijd rechts of links tegen de kant ging rijden. En er was toen een moment zo dat ik dacht, zou ik niet beter rijden waar die andere jongens zijn. Want je kan er in één keer zo'n een put liggen of gelijk wat dat je erin vlamde en dan is het allemaal voorbij. Maar gelijk erachter verdreef ik die slechte gedachten zo en dacht ik, ja, blijf hier maar rijden, want vandaag kan er niks gebeuren. Als amateur was de Mol al een specialist van Parijs-Roubaix, maar als prof kreeg hij weinig kans om dat te bevestigen. Ik had er eigenlijk al lang in berust dat ik nooit een klassieker zou winnen, maar ik heb het ook maar twee keer meegereden en ik heb nog twee keer uitgereden ook, maar met redelijk veel pech gaan we zeggen. Maar ik zeg, ik heb nooit ervan van droom dat ik dat ook een keer ging kunnen winnen, toch? Die ambitie was al lang weg. Het is allemaal zo ongelooflijk mooi, we weten eigenlijk niet waar we aan toe zijn. Vorige week Eddy. De Ronde van Vlaanderen, vandaag de Kasseistenen van het Noorden door onze vriend Dirk de Mol. Wie is het volgende week? Ik weet niet wie ik moet. Volgende week misschien Fons de Wolf voor Luik-Bastenaken-Luik. En eventueel, maar niet eventueel, het wordt praktisch een must
dat is onze vriend Eddy in Ronse met de zeven kleuren trui. Dat is voor in augustus, september. Eddy, laat uw ogen niet flikkeren. Ik ben ervan overtuigd. Wij kunnen het en u kunt het zeker. Ja! Oh, dat is de klasse zeker. Oh. Ik ben 13 jaar prof en doet me een beetje denken aan de tijd van Vlaanderen van Freddy Martens. Met Mark de Meijer, Michel Polentier. Michel Polentier en Freddy zelf. Maar toch is hetzelfde niet. We stonden meer, we waren meer afgescheiden van elkaar. Maar hier is dat meer een echte band. Het verschil van kopman en een knecht, dat voelen niet onder elkaar. We zijn vrienden onder elkaar. We zijn West-Vlamingen, Oost-Vlamingen. Vlaanderens? Ja, een beetje zo. Ja, ik zal het zo zeggen, Vlaanderens. En we maken veel plezier. En dat mag nog voor de koers zijn of na de koers. Maar in de koers is het ernstig en we doen ons werk. Ik denk als je een mens bent van rond de 30 jaar, dat je toch zelf weet wat je kunt en wat je moet doen voor goede rijden. Dat moet toch niet iedere dag gezegd worden. Dit moet gebeuren en die training moet gevolgd worden. Ik denk dat als je prof zit, zet je prof. En daar hebben we aan zijn zijde Kouwer een enorme goede man voor. We zijn beginnen trainen op een vrij ouderwetse manier, om het uit te drukken. Dus redelijk veel, veel kilometers, weinig interval. We konden niet winnen. Er waren andere ploegen die wonnen. Ook zelfs Belgische. Toen heeft men gezegd van ja, kijk, dat is de nieuwe methode van trainen en computertraining en training op de seconden en de minuten en mental training en ik weet niet wat nog allemaal. Ik kon niet zeggen dat wij op dat moment begonnen twijfelen, maar ja, je kijkt rond je en je denkt, tja, zou dat dan toch waar zijn? Hetgeen dat je zelf op dat moment niet gelooft, ook de renners geloofden daar bij ons niet in. We hebben altijd getraind te rijden en we zien wel hoe ver dat we komen. En nu blijkt, na 3-4 maanden werken eigenlijk, dat toch eigenlijk nog een van de echte manieren is. En het computergestuurd systeem, ik denk dat in pan gevallen is op het ogenblik. François Lambert, jij hebt enorm veel wantrouwen en kritiek moeten overwinnen toen je in de wielersport kwam vorig jaar. Ja, dat is zo, maar onbekend is onbemind. Er waren weinig mensen die mij kenden. En degenen die mij kenden hebben vertrouwen gehad in de zaak. Zo heb ik dus mijn medesponsors kunnen voortboeien voor mijn ploeg. En ik moet zeggen, ja, dit jaar is het superb. Ik kan geen ander woord gebruiken. Hè. Ik zeg het, dat was misschien wel een risico, want ik kwam ten slotte van Panasonic. Dus het was een formidabel gestructureerde ploeg. Maar voor het geld zeker niet, want ik kon bij andere firma's, in het buitenland, en vooral in Spanje en Italië, kon ik, mag ik zeggen, meer verdienen. En ik heb wel veel vliegangst, dat zoals u weet, dus heb ik maar voor de Belgische firma gekozen en voor meneer Lambert, ik had mijn woord gegeven. Ik had volste vertrouwen, echt waar. Vraagde dan, Frank kan dat trouwens bewijzen, want ik had Frank ook gevraagd voor te komen en die was ook nogal negatief erover, maar toch kon ik hem toch grotendeels wel overtuigen. Ik had het volste vertrouwen, eerlijk waar. Hebben heel wat mensen niet geprobeerd dat vertrouwen aan het wankelen te brengen? Dat was formidabel. Had ik moeten naar de mensen luisteren, dan was ik zeker niet bij François gekomen. Zelfs in het harde professionele leven van een wielrenner geloof ik dat die menselijke inbreng nog van zeer groot belang is en dat dat nog kan primeren. En is hetgeen dat onze ploeg doet voor het ogenblik. Het zijn boyscouts, laat het ons zo zeggen, die geloven in een ideaal. Dat ideaal gaat rond de firma. Hè? En zij geloven eraan. We hebben die jongens werkelijk kunnen begeesteren. We weten dat ze het kunnen. Maar ik heb altijd gezegd, waarom kunnen die Fransen, die Nederlanders, die Engelsen beter rijden dan ons? Ze krijgen misschien meer kans, ze hebben misschien meer mensen die vertrouwen stellen in het Gent. Vandaag hebben we een fantastisch voorbeeld. We hebben Dirk de Mol, een jongen die bij ons, die tweede geweest is bij de liefhebbers. Vierde bij de liefhebbers in Parijs-Roubaix. En dat die geen kans meer krijgt. Maar ik geloof dat er in die harde, keiharde profwereld nog plaats ergens is voor het sprookje van de mens. En dat bewijzen wij. Vriendschap in de ploeg, hard werken waar het moet, uitbundig zijn waar het kan, dat is voor ons, dat is het geheim van ons succes. We gaan er nog proberen toch voor nog één mooie overwinning toch bij te doen. Proberen, ja. Wat lig je het best, waar lig je het meest van wakker? De prijs van Put Capelle. Die hebben we nog niet gewonnen, die zouden we graag een keer winnen. Maar dan is het seizoen gedaan, maar dan, wat wil je nog meer op je palmarès hebben tegen die tijd? Ja. De groene trui lijkt mij formidabel. Het zou formidabel zijn, Walter heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Willy heeft de groene trui gehad. Dus als ik dat niet kan bereiken in één jaar van mijn twee broers, dezelfde prestatie, dat formidabel is natuurlijk.